Een van de aardigste effecten in Illustrator is het krabbeleffect. Je vindt het uiteraard in het effectmenu bij styleren. Daar staat krabbelen. In het Engels noem je dit het scribble effect. Maar eigenlijk kun je beter in plaats van het woord krabbelen het woord arceren gebruiken, want dat is eigenlijk wat er gebeurt. Ik zet de voorvertoning even aan. Dan zie je dat dit direct al een effect wordt toegepast. Ik ga dat echter even aanpassen. Ten eerste vind ik die lijn veel te breed. Ik ga naar de lijnbreedte en die breng ik iets naar links. Wat belangrijk te beseffen is in dit venster is dat het echt om de tiendes van de millimeters gaat. Het heeft natuurlijk te maken ook met de grootte van je werkstuk, maar let erop dat het echt kleine correcties zijn die je aanbrengt. De lijnbreedte spreekt voor zich, dus de breedte van de arcering. Maar belangrijker is ook de tussenruimte. Als je die tussenruimte verder naar links brengt, dan zie je dat er dus een wat dichtere arcering gebruikt wordt. Je kunt die tussenruimte ook variëren. Als je deze naar rechts sleept, dan laat je het eigenlijk aan het programma over om zelf een tussenruimte te bepalen. Dan heb je hier nog een kromming. En de kromming bepaalt eigenlijk hoe de afronding van de arcering plaatsvindt. Ik zal het eventjes iets meer tussenruimte geven, dan zie je wat meer wat die kromming eigenlijk doet. En ook daar kun je een variatie op loslaten. Je ziet dat je nu een hele vrije arcering krijgt. Ik laat ook de tussenruimte weer een beetje teruglopen om een bepaald effect te benaderen. Dan hebben we hier de overlap van het pad. Als ik die naar rechts sleep, dan mag Illustrator voor mij buiten het originele pad komen. En je ziet, op een gegeven moment is je tekening eigenlijk niet meer te herkennen. Interessanter vind ik eigenlijk als je hem wat verder naar links sleept, naar een negatieve waarde. Want op een gegeven moment zul je dan zien dat er kleine lijnstukjes gaan verdwijnen. En daardoor kom je eigenlijk meer in de buurt van een tekening. Een effect wat ik eigenlijk hiermee probeer te benaderen. En ook deze lijn, die overlap, kun je variëren. Oké, dit vind ik wel een aardig effect. En tenslotte kun je hier nog de hoek aangeven, de mate of de hoek waarin je gearcheerd hebt. Ook daar kun je naar believen een hoek invullen. Ik klik oké en daar heb je het effect krabbelen.